Het is groot nieuws over de hele wereld. De koningin van het Verenigd Koninkrijk, Queen Elizabeth, is overleden. Ze is 96 jaar oud geworden. Queen Elizabeth was de langstzittende koningin ooit. Het bericht over de dood van de koningin werd om 7:30 vanavond bekendgemaakt op de Britse televisie. Op het paleis hangt de vlag halfstok, een teken van rouw. Het was al wel bekend dat de koningin problemen had met haar gezondheid. Met haar 96 jaar was ze natuurlijk ook al heel oud. Eerder vandaag kwam er een bericht naar buiten dat het echt niet goed ging met haar. In de Britse Tweede Kamer stonden politici toen al stil bij dat nieuws. I know I speak on behalf of the entire house when I say that we send our best wishes to Her Majesty the Queen and that she and the royal family are in our thoughts and prayers at this moment. Vanuit het hele land reisden familieleden naar het kasteel in Schotland waar de Queen de afgelopen maanden was. Haar kinderen en kleinkinderen wilden graag bij haar zijn. Een grote groep Britten verzamelde zich intussen bij een ander paleis van de koningin, in Londen, om de koninklijke familie te steunen op deze verdrietige dag. Elizabeth II was pas 25 jaar toen ze koningin werd. Dat gebeurde toen haar vader, die koning was, plotseling overleed. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Een jaar later, in 1953, werd ze gekroond. De aartsbisschop plaatst de kroon van St. Edward op het hoofd van de vorstin. Zo'n 70 jaar geleden dus. Televisie was toen nog niet in kleur, maar in zwart-wit. Elizabeth trouwde met deze man, Philip, en samen kregen ze 4 kinderen. Charles, Anne, Andrew en Edward. En later werden ze onder andere oma en opa van Prins William en Harry. Queen Elizabeth was erg populair in het Verenigd Koninkrijk. Het werd dan ook groots gevierd toen ze dit jaar 70 jaar koningin was. Vanwege haar gezondheid kon ze zelf niet overal bij zijn, maar ze maakte wel dit filmpje. The party is about to start, Your Majesty. Happy Jubilee, man. And thank you for everything. That's very kind. De koningin was al 96 jaar en door haar leeftijd kon ze niet alles meer doen. Haar zoon, Prins Charles, en haar kleinzoon, Prins William, namen daarom sommige taken over. Maar tot het laatste moment bleef ze zelf ook aan het werk. Zoals hier, toen ze de nieuwe minister-president van het Verenigd Koninkrijk benoemde.